Visser Games, ik ben Luc en vandaag heb ik een nieuw video op mijn kanaal. En dat heeft aardig lang geduurd dat ik weer een video heb geüpload. Dat kwam omdat ik op vakantie was, zo. Ik ben heel van niet uit mijn woorden. En ja, ik ben er nu weer en ik ga gelijk video opnemen, uploaden bedoel ik. En dat is TNT Tag. Volgens mij is het een nieuw spel. Nou, ik weet niet, ik ben natuurlijk een week weg geweest, dus misschien bestaat het al een week. Maar volgens mij is het een nieuw spel, maar... Heb ik net ook al gezegd, maar dit spel vind ik wel echt. Kijk, ik ben nu gelijk tikken, dan kan ik gelijk laten zien hoe het werkt. Kijk, je moet dus mensen tikken met de TNT. Kijk, nu heb ik die gozer getikt. Oh shit. Kijk, nou gaat die gozer eraan. Als het me lukt. Kijk, en nu probeer ik keihard weg te rennen. En dit is een heel goed plekje, vind ik. Hier is naar boven te gaan. En hier heb je echt zoveel vrijheid. Hier komt bijna niemand. Het enige stomme vind ik aan deze map is... ik bedoel aan dit spel. Oh shit. Is dat je... Weet het? Nou, dan kom ik alsnog niet helemaal worden. Dat... Nou kijk. Binnen, je ziet nu twee time, 2 seconden, 1 seconde. Kijk, nu zijn dus die mensen die toen de TNT hadden... Zijn dan ontploft. Oh, die geuzer. Die hardcore. En één die heeft echt ongeluk. Die was net it en toen is hij gelijk opgeblazen. Oké. Okay. Nou, er zijn dus nu weer nieuwe mensen it, zeg maar. Dus de tikkers. En dan was ik heel veel stilte door mijn parcours. Maar kijk, zometeen zal ik het wel weer zijn. Maar na dus, hier staat nu time 30 seconden. En dan na die 30 seconden ontploffen hun weer. En ik heb mijn renner dus eens heel erg klein gezet. Ja, ik weet het. Tiny A. Ik weet niet of jullie het horen, maar er rijdt nu echt een keiharde auto voorbij. Of het is zo'n vuilniswagen ding, weet je wel. En volgens mij... Of daar is... Ik denk daar het veiligst is. Dat weet ik niet zeker. Maar ik ga er wel heen. Nee, mag ik nu niet vallen. Oh, ik schrok me helemaal de kleuren. Oh fuck. Nou, ik ben in ieder geval beneden voor als ik hem straks ben. Nee, ik ben er niet. Snel naar boven, snel naar boven, snel naar boven. Even kijken of er niemand onder is. Ons kom. Oh ja. Oké, wat goede skills en zo. Kijk, er zit hier een TNT head achter ons aan. Nee. Ik ga deze gozer eraf slaan. Oh, fuck. Maar nu ga ik lekker bij deze gozer slaan. Want over... Nu zijn die mensen ontploft en volgens mij ben ik nu de TNT guy. Dat denk ik dan. Nee, we zijn hem allebei niet. En ik zie hier, jawel daar, nee dat was volgens mij ook geen TNT head. Jawel, dat was wel een TNT head en die zit nou achter een gozer aan. Kijk, je ziet hem daar nog lopen. Is it. C'est de la triche. Oké, ik ben niet goed in Frans als dat Frans was. Maar we zitten dus nog maar met 16 mensen in deze ding. We staan nu maar met z'n drieën. Volgens mij is dit wel een van de betere plekken. Maar volgens mij kan je daar nog... Wat doe jij? Dan ga je dood, hè? Oh, pak. Sorry dat moest. Het spijt me. I'm sorry. Oké, dit was wel echt heel triest voor mij. Maar ja, in ieder geval, ik sta hier nog in mijn eentje. En nog over... We zijn nog maar 9 players, dat is best wel goed. Maar dat laatste van de deathmatch vind ik het altijd het minst leuke. En dat komt omdat je dan echt maar met 4 mensen moet gaan rennen. En dan is één van hun
de tikker, zeg maar. Er zijn er nu dus 3 ontploft. En die boxman Blaise, die heeft echt een ongeluk. Dus die Kiki ontploft. Yep. Kijk, nou is dit is de deathmatch. En dat is echt het stomste, vind ik. Dat is niet het snelste, jongens. Dit is het snelste. Ja, dacht ik al. Nou gaat deze eraan. Hoop ik dan. Yes, oké. Okay. Ik dacht nog heel veel, hij komt nog een keer achter me aan, maar gelukkig nee. Dan kan je die hier ook in. Nee, dat kan niet. Oké, okay, en weer een nieuwe deathmatch. Ik ga gewoon hier achter. Oké, okay, pak. Daar zijn ze dus bezig. We moeten dus heel hard uitkijken. Volgens mij komen... Ik hoop dat het me lukt. Maar ik denk niet, want ik ben niet zo'n hele goede gozer. Kut, hij is daar. Dan gaan we hier nog heel veel zo sneaky langs deze kant. Oh fuck, oh fuck. Gozer achter me aan. Nee, oké, nice. Zitten wij nu weer hierboven. En dan denk ik nu, wij zijn nu nog, oh, we zijn nog met 4 players. Dan komt nu de deathmatch weer opnieuw. En dan moeten we weer keihard weg gaan rennen. Zoals ik nu doe. En echt keihard. Anders dan word ik heel getikt. Niemand wil getikt zijn. Op alle tweede manieren wil je niet getikt zijn. Snap je dat? We zijn nog met 4 players en ik zit hier weer heel erg veilig. Misschien is het een beetje campy ofzo, maar dit win je echt bijna nooit. Nou ja, ik heb het 3 keer gespeeld. En ik ben 2 keer in de deathmatch gekomen, maar ik heb het niet gewonnen. Doordat ik de deathmatch echt vervelend vond. En die gozer is nu dood. Of wat. Dan gaat die gozer nu nog aan ook, hè. Gaat die gozer er aan ook. Als het me lukt dan. Oh nee, kut lag spikes. Ah shit. We hebben niet gewonnen. En dan zie ik jullie de volgende keer. En dit was al mijn potje. En we hebben, volgens mij zijn we 2e geworden. Nou, we zaten nu nog bij de laatste 3. En ik hoop dat jullie van genoten. Doe dat, druk op dat groene duimpje. Zo, druk op dat groene duimpje. Druk op die abonneerbutton. En dan krijg je nog veel leukere video's van mij, hoop ik. En dan zie ik jullie de volgende keer.